Het is een traditionele sleutel, geen kogellagers. Je ziet ze op rommelmarkten soms voor bedragen van 5 of 10 euro. 20 is ook wel een redelijk bedrag. Ik denk dat ze nu duurder zijn dan in de tijd dat ik deze kocht. Het is een kopie van de eerste versie van de Jonker, de bekende Jonker. En hij lijkt niet op de huidige Jonker, maar wel van binnen. Maar niet aan de buitenkant.